Bardo, waar is ons huis? Joren van der Sloot. Bardo, eerlijk. Oké, ik heb hem verkocht via Marktplaats. Godsamme, Bardo, waar is ons huis? Oké, het waren de Russen. De Russen? Bardo. Oké, ik heb ons huis verkocht voor dit magische sausijzenbroodje. Sorry. Magische? Dit is een gewoon sausijzenbroodje. Misschien hadden we die nog nodig. Wanneer zou je ooit een sausijzenbroodje nodig hebben? Oké, jongens, dit is een overval. Geef me nu alle sausijzenbroodjes die je hebt, of dan ga ik koppen rollen. Oh ja, maar die heb ik net weggegooid, ja hè, dankjewel. Oké, jongens, maak even tempo. Dan ga ik koppen rollen als ik nu geen sausijzenbroodje krijg. Ja, is goed. Wacht, wat is dit? Dat zijn mijn kleren. Ik dacht dat je dat wou vragen. Oké, en waarom zou ik dat vragen? Bardo, hou gewoon je kleren aan. Is hij altijd zo? Yep. Sterkte man, ik ga de katten eten geven. Heb ik mooi opgelost, hè? Bardo, met je kleren uittrekken los je helemaal niks op. En al helemaal niet nu onze huizen en onze spullen kwijt zijn. Onze spullen? Die zijn niet kwijt. Waar zijn ze dan? Oh, volg mij. Serieus? Is dat mijn telefoon die daar drijft? Ik zie het niet zozeer als drijven, meer als een gratis zwemles. Jij bent zeker de grappigste thuis. Nee, niet meer. Ik heb geen huis meer. Je vertelt mij wat! Bardo, serieus? Je niveau daalt, man. Ho, dat valt echt wel mee, hoor. Hoezo valt dat mee? Je hebt ons huis verruild voor een sausijzenbroodje. Je liep naakt over straat. Vervolgens gooi je mijn mobiel in de plom met al mijn andere spullen. En doe je kleren aan. Oh, sorry, hoor. Nou, weet je wat ik wel heb gevonden? Het magische broodje. Jammer, want ik had veel liever water gehad. Echt ongeluk. Ik snap niet dat wij vrienden zijn. Het is keer op keer is het... Huh? Wat heb je daar? Oh, dat is water, man. Maar ja, daar heb je niet veel aan met zo'n warme dag. Heb je veel meer aan een zonnebril. Of gewoon een lekker oud vertrouwd Winnie de Pooh kijken, weet je. Dat is heerlijk op zo'n warme dag. Ik hou van het warme weer. Telkens als jij iets wil en je neemt een hap van het magische sausijzenbroodje, gebeurt het ook echt. Bardo, snel, geef het sausijzenbroodje aan mij, dan wens ik ons huis terug. Oh, sorry, ik had honger. En dan eet je het hele magische broodje op? Ja, maar dat is meestal wat je doet met een broodje als je honger hebt. Het was een magisch broodje. En hou nou eens je kleren aan. Bardo? Kleren, doe je Bardo aan. Bardo. Goed, weet je wat? Ik ga het nu aan jou presenteren. Ik heb het gemaakt met behulp van één haar van jou. En ik heb er maanden aan gewerkt, hè, Bardo. Ik presenteer jou nu de Kweek Bardo!